kabouterhuisje. Kijk. Ja. Zit er ook glas achter. En zitten ze er ook in? Niet dat we zien. Misschien zitten ze wel onder je schoen, joh. Nog geen plat getrapt. Nee. Wat voor vakantie is het nou eigenlijk? Kerstvakantie. Ja, maar het voelt een beetje als een zomervakantie zo, ja. Toch? Ja, het is best wel heet. Ja, het is warm. Heet. Fijne dag. En gewoon in de shirt, hè? Ja. Kan gewoon, hè? Ja, nou kan het. Och ja, er staat wel eten. Zie je dat? Een bordje. Met worst. Dus die houden ook van worst, zo die kabouters. Nou, dan weten we dat ook weer. En in Tilburg was het zweten geblazen. Daar werkten de kids keihard op de kinderbouwspeelplaats. Wat ben je nou eigenlijk aan het maken? Een bakje. Een bakje voor wat? Voor daar bij de winkel is een buis. En daar, omdat dat is een winkeltje, dan kunnen ze dingen kopen voor spijkers. En moeten ze de spijkers moeten ze in de buis doen en vallen de spijkers in die bakje. Aha. Zeg maar, is het eigenlijk niet veel te warm om dit soort dingen te doen? Nee hoor. Dus straks wel. Maar niet alleen de kinderen genoten van het schitterende weer. Ook de terrassen zaten dus overal weer vol. En ijssalons, die draaiden een extra goede dag. Ja, het is een heel druk dagje. We hebben heel veel ijs wel extra bijgemaakt. En ja, met de lekkere weerkomst, iedereen heeft een ijsje eten natuurlijk. Jullie redden het zelfs niet met de bezetting, begreep ik. Nee, we hebben al iemand bij moeten bellen. En we hopen dat we er nog iemand bij kunnen bellen, want het is een stuk drukker dan verwacht. Ja.